De strijd om de Gouden Bal trofee gaat verder. Presentator Rijk Hofman en acteur en influencer Robert Rodenburg nemen het op tegen presentatoren en Haagse helden Dennis Wening en Justin Verkijk. Welkom bij het leukste taalspelletje van Nederland, ook online, de Vrienden van Lingo! Wij starten de zoektocht naar de juiste woorden. 5 letterwoorden, 6 letterwoorden en daarna de grand finale. Maar wie van deze 2 teams weet die vandaag te behalen? Rijk, ja. Het is aan jou de beurt om te beginnen vandaag. Gaan we gelijk al beginnen? Ja, wou je het eerst dan over je woordenschat hebben? Ja, weet ik veel, ja. Hoe is het met je woordenschat? Dat valt tegen. Valt tegen, maar je hebt toch VWO gedaan? Ja, klopt. Oh, nou, dan verwacht ik wel enige basale kennis. Ja, nee, dat komt ook wel goed. Hier is het eerste 5 letterwoord. Succes. Okay. Dankjewel. Paren. P-A-R-E-N. Palen. P-A-L-E-N. Dat kan wel eens goed zijn. Peren. P-E-R-E-N. Oh, nee. Nee. Oh, dat gaat. Getver. Ik wist het toch niet. De beurt gaat over naar Dennis. Dennis, je krijgt er een letter bij. Geen overleg. Pret. Nee, dat kan. Ja. Nee, dat kan ook niet. Oh, wat erg. De beurt gaat meteen weer terug naar de overkant. Rijk, je krijgt er ook een letter bij. Ja. Proef. P-R-O-E-F. En proef is goed. Nice. Ja, hadden toch een aantal mensen hadden dit best wel gezien in een bepaalde sinus mogen zien. De eerste 25 punten voor vanavond zijn voor Rijk en Robert. Jullie mogen gaan proberen het puzzelwoord te raden en een bal uit de bak halen. Oké, okay. Ga jij maar. Dus eerst is de bal. Ja, eerst een bal. Ja, dat is wel handig. Rood. L. Ja, hij mag in het gat. Ja, sorry. Robert, je mag ook een bal pakken. Een M. Blijft angstvallig stil. Robert mag doorspelen aan het volgende woord. Oké. Okay. Joker. J-O-K-E-R. Ja! Ja, okay. Zo bouwen Rijk en Robert hun voorsprong een beetje uit. Ze krijgen er 25 punten bij en mogen opnieuw naar hun puzzelwoord kijken en dus een bal uit de bak halen. Okay. Een O. Ja, het is een O. Heel goed. Het is een O. Ja, Rijk, ja. Voor iemand die altijd naar Lingo kijkt, Rijk, hey! De eerste groene bal, dat betekent dat jullie er 10 punten bij krijgen. En je mag nog een bal pakken. Wat leuk. Geen rood. De C. Puzzelwoord is weg. Jullie houden de beurt. Maar Rijk, ik wil het eerst even hebben over wat voor romanticus jij bent. Waarom? Want ik zei net al, je hebt het VWO afgemaakt. Ja. Waarom heb je ook weer het VWO afgemaakt? Oh, ik was verliefd op een meisje uit mijn klas. Dus school boeide me niet zoveel. Dus ik dacht, ja, ik kan het laatste jaar ook nog op HAVO doen. Want ik ga er toch niks meer doen. Dacht toen al. En, maar het meisje waar ik verliefd op was, zat bij mij in de klas. Dus ik heb 6 VWO nog afgemaakt. En is het daarna ook nog wat geworden? Ja, we hebben 3 jaar wat gehad. Kijk eens. Ja. Ja, en nu is het... Uit. Ja, precies. Ja. Ja. Ik spreek ook nooit meer. Hey Robert, jij bent op bezoek geweest bij Chateau Meiland. Klopt. Nou ken ik jou een beetje als iemand die toch wel graag uit de band springt en van een klein glaasje houdt. Hoe was de match met Martien? Heel goed. Ja. Heel goed, ja. Nee, er zijn heel wat fles doorheen gegaan, ja. Ja. Hij is nog steeds dronken. Ja. Oh, wat fijn. Nou ja, dat legt hem geen windeieren in, Lien. Jullie staan hartstikke voor. Daarom. En jullie mogen ook doorspelen. Rijk, het volgende woord is voor jou. Het laatste 5-letterwoord. Wat leuk. Raden. R-A-D-E-N. Radar. R-A-D-A-R. Oh, Dat is toch knap dat jullie het niet horen, want ik hoor het ongeveer de halve tribune achter mij. Wat harder de volgende keer. De beurt gaat naar Justin, die krijgt er ook nog een letter bij. Radio. R-A-D-I-O. Fantastisch. Radio is goed. Yes! Yes! Ook de eerste 25 punten voor Dennis en Justin. En hier is jullie puzzelwoord. Je mag op zich een bal uit de bak. Okay. Groene, toch? We hebben trouwe kijkers in de studio, dat zie ik. Een U. Dennis. Oké, ja. Nee, sorry. Ik zat al te zoeken. De A.
En het is de beurt aan Dennis om door te spelen met het volgende woord. Maar Dennis, een zesletterwoord vanaf nu. Oh ja, tuurlijk. Tennis. T-E-N-N-I-S. Oh ja. Tafels. T-A-F-E-L-S. Tantes. T-A-N-T-E-S. Tattoo. T-A-T-T-O-O. Nou, als het ergens goed zou moeten zijn, is het bij jullie. En het klopt! Jullie staan hiermee nog maar 10 punten achter. Dus als je er een groene bal uithaalt of het puzzelwoord raadt, kom je gelijk of op voorsprong. Ik ga voor die groene bal maar. Ha. Ik nou heel lang dit doe, hè? Dan ben je af. Oh. Jammer. Y. Ja, maar de puzzelwoord is dus weg, dus dat je het nu... Waarom zeg je dat heel zacht tegen mij en niet gewoon keihard? Ja, sorry, dat is heel dom ook, ja. Ik dacht ook al... Mag ik het terug kunnen terugspoelen? Ja, nee, we kunnen wel jullie nog een woord laten raden en dan kun je... Oh, oké. Okay. Maar eerst, Dennis, wat niet iedereen van je weet... Jij bent behalve presentator ook zanger. Ja, dat klopt. Ja, weet je iets meer? Ik had vroeger een bandje Spider Rico... en tegenwoordig speel ik in een nieuwe band, heette de Burnout Boys. Omdat we allemaal wat ouder worden en vaak tegen de burn-out aanlopen. Maar het is nog steeds flink van Jetje. Ja, want Spider Rico, dat was stevige rock. Dit is, denk ik, nog harder. Oh, wat fijn. Ja, dit is gewoon je longen, maar echt vol passie. En ja, een soort van Tino Martin on speed, weet je. Dat is gewoon zoiets. Maar dan goed. En dan goed, ja. Ja. En Justin, jij bent, ja, je presenteert een heleboel bij Den Haag FM. Festivals, Lowlands, ook de Lowfest podcast... Maar ook Bakkie Bakkie. Ja. Daar wilde ik het eigenlijk even over hebben. Want voor de mensen die Bakkie Bakkie niet kennen, kun je vertellen wat het is? Ja, het zijn langzame gesprekken over snelle muziek. Ja. Ja, dus we praten zeg maar heel langzaam over hele snelle muziek. Over elektronische muziek. Vaak een beetje van het ondergrondse soort. Dus DJ's die niet heel veel in de spotlight staan eigenlijk. Die schuiven bij ons aan. Beetje zoals Dennis de nieuwe band. Ja. Ja, het is een beetje, dit is het commerciële hoekje. Ja. Nou, dan mag het commerciële hoekje lekker verder spelen. Ja. En Dennis, de volgende zes letterwoorden is voor jou. Fazant. F-A-Z-A-N-T. Fakkel. F-A-K-K-E-L. Ja! Daarmee nemen Dennis en Justin de leiding over. Zij staan nu 15 punten voor en ze mogen nog naar hun puzzelwoord kijken. Wil je het gelijk zeggen? Of moeten we eerst een bal pakken? Ja, je mag het gelijk zeggen. Schuimparty. Schuimparty is goed! Oh. Krijgen we die beker nou of niet? Krijgen we die beker al nu? Dit is voor het eindklassement. Oh, okay. Ja, maar jullie hebben er nu 100 punten bij. Komen op 175 punten tegenover 60 punten van Rijk en Robert. Maar Rijk en Robert verdienen weer de beurt. Want als je het puzzelwoord raadt in lingo, dan ben je de beurt kwijt. Ach, dus okay. Robert mag doorspelen. Oké. Okay. Scheven. Scheven. Je kan ook. Scheven. S-C-H-E... E-F. E-F. Scheef. Wat spelt dat telt bij lingo? Ook als het heel lang duurt. Schaat. Ja, S-C-H-A-T. Dat is... Nee, A-A-T. Schaat met een T? Nou, ik zou wel even met die leraar van Rijk willen spreken van VWO. Nee, dat is niet goed, jongens. Ja, maar had voor de liefde afgemaakt en niet voor de letter. Oh, ja. Dat is het. De beurt gaat naar Dennis. Je krijgt er een letter bij. Wat weet jij? Servet. Servet. S-E-R-V-E-T. De beurt gaat over naar Robert. Ook weer een letter erbij. Ah. Selfie. S-E-L-F-I-E. Dat zou jij toch moeten weten? Ja. Selfie is goed! Yes. Oké, heel goed. Rijk en Robert, als het jullie lukt om je puzzelwoord te raden... staan jullie ineens weer 10 punten voor. Ik hoop het. Op Dennis en dan gaan we daarvoor. Ga je gang. Kom op. Rood. Oh! Oh, zag iemand dat? Nee. Was het rood? Ja, het was een rode bal. Ja, een rode bal. Kak. Okay. Jammer zeg. Oh. Dan kun je dus niet het puzzelwoord raden. En je bent ook de beurt kwijt. Dat betekent dat Dennis verder mag spelen. Oh, nee. Wat
doe je daarmee? Doe maar in het gaatje. Ja. Paarden. P-A-A-R-D-E. Paarden. Ja, dat kan. Verleden tijd van paren. Ja. Oh, ja. Paarse. P-A-A-R-S-E. Huh? Ja. Oei. Panden. Panden. P-A-N-D-E-N. Palmen. Pasten. P-A-L-M-E-N. Wow! Lek zeg! Hebben ze een woord van Dennis en Justin? Jullie mogen een bal pakken. R. Hallo, we waren heel blij mee. De E. Ja. Nou, de beurt blijft bij jullie, ondanks dat je puzzelwoord niet raakt. Dennis, je mag weer doorspelen. Oh, super. Geilen. Geilen. G-E-I-L-E-N. Wij zijn een chic programma. Gijzer. G-E-I-S-E-R. Ja. Gieter. Oh, dat kan het niet. G-I-E-T-E-R. Gitaar. G-I-T-A-A-R. Ja! Zeker, ja! Ja! Voor de laatste keer vandaag gaan we kijken naar het puzzelwoord van Dennis en Justin. K. Dennis, je moet een bal. Ja? Ja. Zie jij dat? Groene. Nee! Hey! Wat zochten wij dan wel als puzzelwoord? Tuinkabouter. Ja. Ja. Ik wist het. Ja, maar je hebt het niet gezegd, dus kan ik het helaas niet goed rekenen. We hebben hier wel een eindstand bereikt. 85 punten voor Rijk en Robert tegen 225 punten van Dennis en Justin. Dat betekent Rijk en Robert. We afscheid van jullie moeten nemen. Ja, we zijn één gemaakt. Ja, ja, een beetje wel, maar schrale troost hoop ik dat toch is dat jullie een paar echte Lingo sokken mee naar huis krijgen. Yes, dankjewel. Geef ze een groot applaus. Rijk en Robert! Mam en Dennis en Justin spelen wij de finale! Dennis en Justin, de finale van Vrienden van Lingo. Ja, wie had dat ooit verwacht? Had jij dat verwacht voordat hij klein was? Nou, zeker. We zijn op kamp geweest, hè? Lingo-kamp. 2 weken lang geoefend met z'n tweetjes. Nee, ja, dat zou ik niet zo hard op zeggen, met gezien dat we allemaal... Als dit het resultaat is, dan begrijp ik wel. Het heeft wel gewerkt. Zeker. Ja. Thanks nog. Ja, nee, het is geen probleem. Ik onderwijs graag. Jullie krijgen in de finale 2,5 minuten tijd om zoveel mogelijk woorden goed te raden. Het aantal woorden dat je raadt is het aantal ballen dat je uit de bak mag halen. Okay. Dus hoe meer woorden, hoe meer ballen, hoe groter de kans op Lingo. 1000 punten. Maar er is nog een bal, de gouden bal. Hou je die eruit, dan neem je 500 punten extra mee naar huis. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om deze gouden baltrofee. Nu bovenaan in ons klassement staan Busy en Ashafar met 1720 punten. Nee, je hebt vals gespeeld. Nee, die hebben niet vals gespeeld. Nee? Nee, die hebben echt gespeeld. Okay. Ze hebben het wel geprobeerd, maar JP is er, hè. Het geweten van het programma. Let altijd op. Toch, JP? Zeker. Absoluut. JP rules. JP rules. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, vind ik ook. Jullie zullen dus deze moeten pakken en Lingo moeten maken. Maar als dat lukt, staan jullie 5 punten boven Busy en Ashafar. En dus boven in het klassement. Oké, moet lukken. Ik doe deze in de bak. En Dennis, jij mag beginnen. De tijd gaat lopen zodra je de eerste opgave ziet. Ben je serieus gezicht? Ja, maar ik vind het doodeng. Ja. Ik doe, ja. Ben je klaar voor? Nou, ik denk het. Oké. Okay. Heel veel succes. Richten. R-I-C-H-T-E. Aanvoegende wijs van het woord richten. Ja, daarom. Hoor. Rechter. Even spellen. R-E-C-H-T-E. Rechterlijn, ja. Rechter, ja. Ja. Racket. R-A-C-K-E-T. Nee, dat klopt niet. Oeh. Rocker. Rocker. R-O-C-K-E-R. Vond nog lang duur eigenlijk. Ja, ik ook, ja. Rocker is goed. Dennis, jij mag door. Justin. Wauw.
folie? Dennis. Fali kan mis. Fali. Fali, no. We zijn weer bij Justin. Ja, het gaat goed. Folder. F-O. Folder. F-O-L-D-E-R. Folder is niet goed. Wat zochten wij dan wel? Filmen. Ja. Justin, jij mag door. Eiland. E-I-L-A-N-D. Ja! Laatste minuut ingegaan. Dennis. Justin. Komeet. Met een C. Kom maar. Dennis. Ja. Chameleon. Nee, ik weet ik veel. Camera. Ja. Even spellen. C-A-M-E-R-A. Ja, hoe zie je het? Tijd voor jong, Dennis. Tijd voor jong. Oh. Sorus. Nee, sirene. S-I-R-E-N-A. Dennis heeft wat gespeld. En dat is niet goed gespeld. Sirena. Oh. Sirene. S-I-R-E-N-E. En de tijd is om. Het woord had moeten zijn strand. Ja, natuurlijk. Ja, je woont in Den Haag. Ken je Sirena niet? Nee? Ja, Sirena. Sirena, kom je buiten spelen? Ja, nee, oké. Okay. Ja, je woont in Den Haag, hè? Strand. Ja, sowieso. Ja, had het op zich. Luister naar die Sirena dan. Zo mijn oren lekker. Oké. Okay. Goed, nu hebben we 3 woorden goed geraden. Nou. Waarvan eentje met een kleine hoestbui in het publiek. Maar we rekenen hem goed. Jullie mogen dus 3 ballen gaan pakken. Okay. De lingokaart, alstublieft. We strepen een aantal getallen weg en gaan op zoek naar bal nummer 24. Nou mag één van jullie 2 ballen pakken. Ja. Oké. Okay, nou, ja, ik ben niet zo goed in ballen pakken. Nee, maar je bent meer van het spellen, hè, Sirena? Mm-hmm. Ja, mag ik wel pakken? Ja, en je mag hem ongezien aan mij geven. Ga ik vertellen wat erop staat. De eerste bal is bal nummer 43. Ja, daar heb ik ook niks aan. Nee, daar heb je niet zoveel aan. Niet zo agressief, man. Bal nummer 1. Ja, dat is ook... dan gaan we echt lekker, hè? Hey. Jongen. Justin, je moet nu eerst goud pakken en dan lingo nog maken om... Oh ja. ...bovenaan het klassement te komen. Welk getal was het? Ik heb het niet gezien. Laatste bal is bal nummer 37. Oh. Dat betekent geen lingo, helemaal niets. Jullie hebben 225 punten gehaald. Maar voorlopig staan jullie daarmee wel tweede. Van de 2. Van de 2. Ah. Toch, het is maar een klein verschilletje van ongeveer een kleine 1500 punten. Maar goed gedaan en wel deze aflevering. Superleuk. Ik vergeet deze ervaring nooit meer. En jij? Ik ook niet. Nou ja, die finale druk vond ik wel heftig. Ja, ik ook. Volgende keer zijn we er weer met 4 nieuwe bekende vrienden van Lingo. En natuurlijk de hele week door de week op televisie. Heel graag ergens waar dan ook bij Lingo. Dag!